Ook Nijmegen deed op maandag 16 november mee aan de internationale minuut stilte voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Parijs. Op plein 1944 hield burgemeester Bruls een korte toespraak, waarna het hele plein een minuut stilte in acht nam. De drukte op een maandagmiddag, de markt draait, de winkels draaien, mensen werken, mensen zijn bezig, mensen zijn onderweg. En het is goed dat we in heel Europa zometeen een minuut stilte zijn. Uit sympathie en ter nagedachtenis aan de inmiddels al meer dan 130 dodelijke slachtoffers ten gevolge van de vreselijke terroristische aanslagen vrijdag. En laten we vooral ook in gedachten zijn bij al diegenen die nog strijden en vechten voor hun leven, die in een ziekenhuis her en der liggen. Want er zijn ook nog vele honderden mensen gewond, waarvan sommigen dus ook heel ernstig. En laten we ook in gedachten zijn zometeen bij al hun nabestaanden, voor wie het leven nooit meer zal zijn zoals het was geweest. Die de rest van het leven moeten leren leven met de ondraaglijke last die hen is overkomen. Zoals het ons allemaal is overkomen. Want we staan hier met veel mensen omdat we allemaal vrijdagavond en in de dagen die daarna waren hebben gevoeld. Dit raakt ons allemaal. Dit is niet alleen een aanslag op Parijs. Wederom een aanslag op Parijs en haar bewoners. Niet alleen een aanslag op Frankrijk, maar een aanslag op ons allemaal. Iedereen in Europa en ik denk in de hele wereld voelt zich getroffen door deze vreselijke, weerzinwekkende aanslag. En laten we ook stilstaan bij al diegenen die alleen al het afgelopen jaar het slachtoffer zijn geweest van aanslagen. Denk ook aan de vele Russische slachtoffers die in het vliegtuig zaten, wat een paar weken geleden is ontploft en neergegaan. Waaronder een aantal mensen uit onze zusterstad Pskov. Denk aan al die mensen die omkomen door het oorlogsgeweld, door het terroristisch geweld in het Midden-Oosten zelf. En het antwoord daarop, beste mensen, is dat we weerbaar moeten zijn. Het is al door heel veel mensen gezegd. En helaas hoort daar ook soms een gewapende weerbaarheid bij. Maar het uiteindelijke antwoord zit hem niet in het wapen. Het beste antwoord dat wij kunnen geven in een werelddeel wat door eeuwen van ploeter en bloedvergeten iets van wijsheid, ik zeg iets van wijsheid heeft verworven, het zit in het verdedigen en opkomen van de waarden die wij vertegenwoordigen. Precies die waarden die terroristen proberen te verstoren. Het slechtste antwoord we kunnen geven is door te stoppen met de dingen te doen die we doen. Door samen te komen, door samen te leven, door een vrijheid de zaken te doen die we goed vinden. Door te bouwen aan een betere wereld. En juist dat antwoord moeten wij geven. Een antwoord op radicaal terrorisme is juist iets van genuanceerde menselijkheid laten zien. Dat is het uiteindelijke antwoord wat we kunnen geven. Daarmee kunnen we ook een perspectief geven naar al diegenen die op een dwaalpad zijn geraakt. Daardoor kunnen we een perspectief geven dat wij hier in West-Europa onze lessen hebben geleerd en het anders willen gaan doen. Daartoe roep ik u graag op in de sympathie en in de troost die we bij elkaar zoeken en ook willen bieden aan al die slachtoffers en hun nabestaanden in Parijs. Ik verzoek u om een minuut stilte in betracht te nemen. Dank u wel. Ik wens u oprecht een goede dag. Hou elkaar vast. Geef steun aan iedereen. En voor degenen die nog in ons centrum blijven, waar ik natuurlijk altijd van harte welkom ben, over een paar minuten zal ons carillon vanaf de Stevenstoren, het symbool van onze stad, als eerbetoon aan al die slachtoffers, de Marseillaise, spelen. En voor het overige een goede dag toegewenst. En geweldig dat u met zoveel hier bent gekomen. Dank u wel.